Hallo, ik heet Lourdes Llorens Bernat. Ik ben Catalaans en ik woon sinds 1992 in Amsterdam. Op dit moment maak ik me grote zorgen over hoe de Spaanse regering omgaat met de democratie in Spanje en Catalonië. Afgelopen jaar, op 21 oktober 2017, gebeurde iets dat sinds de burgeroorlog niet meer was gebeurd. De Spaanse regering heeft de Catalaanse regering opgeschort. En daarna nam de touwtjes in eigen handen. De Spaanse premier kondigde verkiezingen aan in Catalonië voor 21 december 2017. Zowel de Spaanse premier-minister Rajoy als de minister van Buitenlandse Zaken nodigden Carles Puigdemont uit om mee te doen aan deze verkiezingen. Ze zeiden dat het goed was dat hij mee zou doen, zodat hij met eigen ogen zou kunnen zien hoe de Catalanen hem de rug zouden toekeren. Maar bijna 1 miljoen mensen hebben op hem gestemd en uit meerdere contactrondes bleek dat hij het meest geschikte kandidaat was om premier te worden van Catalonië. Echter daarna heeft de Spaanse regering er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat dit niet zou gebeuren. Hoe valt dit te verklaren? Hij kan zich verkiesbaar stellen, we mogen hem op hem stemmen, maar hij mag niet onze premier worden. Ik vraag me af, werkelijk af, waar is de democratie in Spanje gebleven?